Ja, naast is 1-2 overwinning op het Lisp. Wat was de opdracht voor deze wedstrijd? Natuurlijk zoveel mogelijk punten mee naar huis nemen. Maar toch een beetje energie sparen voor die wedstrijd van dinsdag? Ja, nee, we zaten nog niet echt met ons hoofd bij de match van dinsdag. Dat is normaal ook. Competitie is zeker even belangrijk. En de doelstelling was om hier de 3 punten mee te pakken. Hebben we dat gedaan en daar zijn we blij om. Hoe vlot het spel in het nieuwe systeem? Vorig jaar vooral 4-3-3 gespeeld, vandaag 4-4-2. Ja, maar we hebben een hele voorbereiding ook zo gespeeld en ik denk dat alles al redelijk verloopt. Natuurlijk zijn we nog maar begin van het seizoen en de automatisme nog iets vlotter en ik denk dat het wel in orde komt. Halfweg de wedstrijd, halfweg de tweede helft schakelen jullie ook om. Is dat een sterkte van een team als je meerdere systemen aan kan? Ja, natuurlijk. Van voren kan eigenlijk iedereen op verschillende posities spelen. En, soms wissel eens en dan weet de tegenstander niet echt wat te doen. En dat kan in ons voordeel spelen. Belangrijk moment voor de rust, net voor de rust, toch op voorsprong komen. Even moeilijk naar dat tegendoelpunt, maar dan gaan jullie toch met een goed gevoel de kleedkamer in, hè? Ja, tuurlijk. Het was even een domper, die 1-1. En gelukkig scoorde we de 1-1. En, ja, we ons een serieuze boost net voor de rust. Het was direct na die goal gedaan. Dus konden we met vertrouwen die tweede helft gaan en ons spel een beetje spelen. Natuurlijk, ik vond dat Lierse wel de tweede helft redelijk sterk uit de kleedkamer kwam. Ze zette veel druk naar voren en zo. En met Lozada die goed tussen de linie speelde. Daar hadden we een beetje moeilijk mee, maar al bij al hebben we geen grote kans weggegeven en hadden wij de beste kans. Wordt er in de kleedkamer al gesproken over die wedstrijd van dinsdag? Ja, nee, nu nog niet. Ik denk dat we morgen daar vooral gaan over spreken en zo. En, maandag vertrekken we richting Eindhoven en trainen we daar nog een keer rustig. En we gaan alles zeker goed moeten recupereren, want het was alleszins een redelijk zware wedstrijd. Waar kijk je nu het meest naar uit bij zo'n wedstrijd? Is dat die Champions League hymne voor de wedstrijd? Ja, dat zal wel iets apart zijn natuurlijk. En, ja, PSV is ook een grote ploeg, een mooie ploeg en veel volk in het stadion. En het zal een leuke belevenis zijn. 27.000 tickets al verkocht. Het uitvak is ook vol. De steun van de eigen supporters zullen jullie zeker krijgen. Hè? Ja, ik hoop dat ook. En we zullen het zeker nodig hebben. Want, we gaan er alles aan doen om een goede resultaat neer te zetten. En ik denk zeker dat dat niet onmogelijk is. Iedereen hoopt mee. Bedankt, Jens Naast.